Een piepshow. En bij deze geef ik Boris de gelegenheid om een keuze te maken. Oh, een keuze? Je kan kiezen. Of ik ga het andere nieuws eerst doen. Of Activision en daarna Blizzard. Breiden we voor eens zo altijd een eind aan de zaak Activision Blizzard. Nee, of laten we dat nu doen. Laten we dat nu weg, doen. Weg met Activision Blizzard. Activision Blizzard. Ik ben zo klaar met dat gezeik. Ja. Daar zijn we nou een jaar lang mee bezig. En het grappige is, en wie weet word je er ook al hartstikke pisneidig over. Maar dit is het einde. Deze tweet is het einde van de Activision Blizzard zaak. Het is nu rond. Applaus voor Activision Blizzard. En het rare is, of het vreemde is, en het bizarre, en ook het laat ook weer alles zien, is dat de FTC dus afgelopen zaterdagochtend of zo, toen was het de laatste mogelijkheid om in appeal te gaan van de FTC, was ook verworpen door de 9th District. Toen was het klaar. Onmiddellijk al de Nasdaq is al bezig om Activision Blizzard van de beurs af te halen. Bladibladibla. Die deal kan nu doorgaan. Alleen Engeland, daar gaat het zo over hebben. En op, ik dacht dat het zondag was, kwam het bericht binnen en Phil Spencer mocht dat als eerste tweeten. We are pleased to announce that Microsoft and PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite game. Het hele gedoe is begonnen omdat Jim Ryan een jaar geleden weigerde in te stemmen met deze deal die nog beter was. Want de deal die uiteindelijk gesloten is, is 10 jaar Call of Duty en 3 jaar Activision en 3 jaar de rest van de games. Wat de rest van de games? Wat ja, wat Activision en Blizzard. Die zou dan ook nog naar PlayStation gaan. Voor 3 jaar lang? Voor 3 jaar, ja. Okay. De komende 3 jaar. En daarna weet ik het niet. Hij had een betere deal voorgehouden kregen. Namelijk 10 jaar Call of Duty, 10 jaar alle games, de rest, alle restant van de games. En ook nog de mogelijkheid om Call of Duty op PlayStation Plus te zetten voor een af te spreken bedrag. Dat heeft hij nu niet gekregen. Hij heeft een slechtere deal gehad. Deze hele shit is begonnen omdat Jim Ryan, en dat wordt nu steeds duidelijker, dacht, fuck it. Ik denk dat we dit tegen kunnen houden. Of die heeft een belletje gehad van de CMA of FTC. Whatever. Dit kan geblokkeerd worden. Het is ook een soort onderhandeling geweest natuurlijk. Ja. Weet je? En dat is wat je hier ook ziet. Kijk, het gaat er niet om of die games wel of niet op de PlayStation zijn. Het gaat erom hoeveel moet je afdragen als uitgever volle aan pond. PlayStation. Volle pond. Ja, nou ja, dat is PlayStation heeft echt goed onderhandeld. Dat, Nou ja, oké, wat kon hij nu doen? Ik bedoel, feitelijk, hij is nu schaakmat gezet. Kijk, hij had kunnen onderhandelen. Hij heeft gezegd, oké, nee, ik ga een ramkoers. Dus ik ga gewoon zeggen van die hele deal moet niet doorgaan. Hij heeft uiteindelijk nu, kan hij geen kant meer op, want de deal gaat door. Dus Call of Duty is gewoon straks een Game Pass game, weet je wel. Dus, maar luister, ja. Kijk, jij en ik hadden tegen PlayStation gezegd, fuck you. Maar ja. Xbox, of eigenlijk beter gezegd Microsoft, die heeft al zoveel te maken gehad met die regelgevers die dan weer het bedrijf in stukjes willen opbreken. Of miljarden boetes in Europa en weet ik veel. Dat gezeik is uiteindelijk veel duurder dan wat gewisselgeld voor die games voor Microsoft. Dus ja, ik denk ook echt dat Xbox gewoon geen toestemming krijgt van Microsoft, van de directie, om dit op de spits te drijven. Die hebben gewoon zoiets van, nee, wij zijn zo ontzettend groot, we hebben gewoon geen zin in gezeik met die regelgevers. En dat is wel, dat ze die overname voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat PlayStation wist dat het pijnlijk was. Elke andere uitgever, elk ander bedrijf had gewoon niet toegegeven aan PlayStation. Maar PlayStation heeft het goed ingeschat. En die dacht van, nee, Microsoft, die kunnen we wel eens even goed tussen de kloten trappen. En dat hebben ze gedaan. Helaas hebben ze niet hard genoeg getrapt. Want uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de winnaar van dit alles op dit moment Microsoft is. Ik bedoel, zij gaan natuurlijk nu gewoon goed geld krijgen van PlayStation voor de Call of Duty die worden verkocht. Ja. Het is gewoon een hoogspel wat PlayStation heeft gespeeld. Ze hadden dit kunnen winnen. Ze hebben het uiteindelijk verloren. Ook omdat, ik heb het niet 100% kunnen vinden, maar ik meen ook dat Jim Ryan had gezegd van, ik wil ook alle Bethesda games multiplatform hebben. En ik vraag me nog steeds af waarom hij dacht dat hij dat er doorheen zou kunnen krijgen op basis van, zijn zij dan groter en monopolie? Want dat is aan alle kanten bewezen. En iedereen, eigenlijk bijna alle analisten zeiden van, maar hij heeft een slechte zaak hier. En die gast heeft toch ook gewoon hele goede advocaten?
Ja, maar het is een onderhandeling. Weet je? Ja. Je kan vragen wat je wil. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het krijgt. Dus dat is wat hier gebeurd is. Ja. En kijk, Bethesda Games, ja, weet je, als die niet meer op PlayStation komen, dat is echt wel zuur. En niet al die third-party toestanden, weet je, want daar zien we alleen maar de ene miskleun naar de andere. Maar die Bethesda Game Studio games, ja, weet Starfield. Je, Starfield nu inderdaad. En dat is, daarna komt er wel weer een nieuwe Elder Scrolls aan natuurlijk. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk games die wil je op je platform hebben. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Absoluut. Ik ben ook absoluut benieuwd. Je zag gisteren al wel het eerste effect. Microsoft heeft onmiddellijk alle oude Call of Duty's op Game Pass gezet. Ook de servers weer open gegooid. En je zag al meteen op Twitch dat 50 tot 100.000 mensen al die oude games weer aan het spelen waren. En ook daarvan mensen met PlayStation die toch maar dan of de PC of gaan kijken of ze ergens een Xbox vandaan kunnen halen. Dus uiteindelijk is dat niet het belangrijkste. Hè? Mensen denken, want je zag die fanboywereld ging helemaal los natuurlijk. Maar uiteindelijk is Call of Duty maar een heel klein deeltje van het grotere plaatje wat Microsoft voor ogen heeft. Overigens gaven nu ook een aantal analisten aan dat deze deal inderdaad nu best wel duur is voor Microsoft. Hoe moet ik het even goed formuleren? Ze kopen nu iets wat van alles wat ze hebben eigenlijk het minst winstgevend is. Weet je, dat is voor Microsoft is dat best wel. Hoezo is Activision Blizzard niet winstgevend? Ja, maar minder dan bijvoorbeeld andere dingen die ze aankoopt. De potentie daarvan in ieder geval. En dat betekent waarschijnlijk, want het ging allemaal wel gerucht. Ja, nu gaan ze door. Zo'n grote deal met zoveel geld, dat gaat Microsoft niet snel meer doen. Daar zal zeg maar het oppermanagement niet snel meer een go voor geven, denk ik. Dus nou, ik denk dat de omstandigheden zijn veranderd natuurlijk. Weet je? Dus de recessie zit eraan te komen. Het is maar de vraag wat dat gaat betekenen voor Xbox. Je ziet ook dat de verkoop neemt af. Weet je? Je ziet minder verkochte consoles, ook voor PlayStation trouwens, ook voor Nintendo. Ja, er zit een crisis aan te komen. En die gaat vroeger of later een keertje die gamesindustrie bereiken. Dus dit is wel een moment om gewoon even te chillen. Ja, ik denk dus inderdaad dat het nu ook wel even stil blijft. Mensen roepen ook heel veel van ja, PlayStation gaat nu Square kopen en dat soort dingen. Dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Daar ga ik het straks wel over hebben wat ze wel gaan doen. Hun oorlogskas is ook weer niet dermate groot. Plus ze hebben al die exclusieve deals, die hebben ze al met Final Fantasy. Waarom zouden ze dat nu in één keer helemaal gaan kopen? Waarmee je ook nog eens een keer de risico's in huis haalt. Omdat bijvoorbeeld, ja, verkoopt Final Fantasy nu wel goed of niet goed op dit moment. Ik weet niet of Sony daar nu baat mee heeft. Dan is er natuurlijk nog Engeland. Daar is nog steeds een kietstelling, een padstelling. Er schijnt vandaag een afspraak te zijn, of eigenlijk gisteren, we nemen dit op maandag op, een afspraak te hebben zijn tussen Microsoft en de CMA. Dus ik denk dat daar, die willen er nu wel uitkomen. Dat lijkt ook wel, ze staan echt helemaal alleen. En ik zag ook al, ja goed, helaas, hier zit natuurlijk weer zo'n paywall achter, maar Bloomberg had hij het ook over. De deal is te groot nu om te laten klappen op Engeland alleen. Dus Microsoft is nu ook aan het kijken van oké, wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we onze cloud divisie dus bijvoorbeeld aan een third party verkopen, weet je wel? Ja. Dus daar zijn allerlei juridische hele rare mogelijkheden voor dat je gewoon dingen onderbrengt bij een ander bedrijfje wat dan niet van jou is, maar toch kun je nog steeds profiteren. Dat gaat er gebeuren. Dus ja, bij deze denk ik ook gewoon dat het nu klaar is. En, ja, het gaat nu klaar zijn. Het gaat nu klaar zijn. En klaar. Boris gaat nu aftellen tot Diablo 4 dan op de Game Pass gaat komen. Want dat is natuurlijk dan de volgende vraag wanneer dat. Nou, dat gaat heel snel gebeuren. Dat zou eens kunnen. Dit is iets, daar heb jij het al vaker over gehad. Het is niet alleen een business deal. Het ging over Amerika, FTC. Dan zou je denken van dat gaat puur over zakelijk. Dat gaat over grote bedrijven tegenover elkaar. En daar zit dan zo'n neutrale mevrouw, meneer tussen. Die dan gaat wikken en wegen. En denkt, nou, wat is goed voor de consument? Nee, dit is ook politiek. En Khan, dat is de mevrouw die de FTC leidt, dat is een democraat volgens mij. Lina Khan. Lina Khan inderdaad. En die moest zich verantwoorden een dag voordat uiteindelijk bleek dat de FTC ook echt die deal helemaal had verloren. Ze had dus appeal, dat deed ze vrij slim, want ze wilde het opeens naar voren halen, want dan hoefde ze niet al te veel te vertellen. Maar hier zie je ook in dit, ik laat twee republikeinen zien. Dit is mevrouw, even kijken hoor, moet ik even kijken hoe zij heette. Hageman, en ja, die zegt dan bijvoorbeeld het volgende. According to your Senate questionnaire, you held yourself out as counsel for the Democrats on this very committee.
You use this title, but you are not licensed to practice law. Counsel is a term reserved for lawyers, licensed lawyers. And in Wyoming, a person who in any manner holds themselves as competent to practice law without a license to do so is guilty of unauthorized practice of law. I believe the law in the District of Columbia where you held yourself out is similar. Do you believe it is appropriate for non-lawyers to claim the title of counsel? Congressman, when I had the honor to work for this committee, I complied with all of the document requests that the HR folks requested, including documentation about the fact that... When I checked your registration status this morning, I learned that you are not in good standing with the New York Bar. Your license is listed as delinquent, which means you have failed to file your biennial registrations, and it means that you have not been paying your bar dues, completing your continuing legal education, and maintaining your law license. I believe it's shown on the screen. It also means you're subject to referral for disciplinary action. I find this situation to be stunning and a reflection on your ethics. With that, I yield back. Pats. Ja, die krijgt het even om de oren. Die krijgt het even om de oren. Ze heeft de contributie niet betaald. Nee, ze heeft de contributie. Overigens heb ik even iemand die ik ken die ook weer in die rechtspraak zit. Je kunt wel degelijk ook counsel zijn zonder advocaat, maar het gaat erom dat ze zich voordoet en dat ze dat dus gewoon niet eerlijk aangeeft. Dat is ze wel, maar omdat ze niet de bar de contributie heeft betaald, is ze gewoon niet meer ingeschreven als attorney. Dus ze heeft wel, wat had ze, Columbia Law School had ze gedaan. Dus ja, ik denk dat ze gewoon de New York Bar, zoals dat dan heet, niet zo belangrijk vindt. Nee, overigens gooide ze ook meteen haar medewerkers voor de bus. Dat vind ik nooit zo heel chic, omdat ze zei van ja, ik heb deze zaak gedaan omdat mijn medewerkers zeiden dat er een zaak van was. Heeft ze ook in dit voorgezet. En dit is dan nog een tweede stukje voor. Volgens mij is dit van een meneer Klein. Moet ik even kijken. Ja, dat is meneer Klein. Ook een Republikein, volgens mij uit Wyoming. En ja, die maakt ook gehakt en die gaat meer op deze zaak in. But are you bringing cases that you expect to lose? Could you repeat that? Are you bringing cases that you expect to lose? Absolutely not. Okay, well, your track record seems to suggest otherwise. Let's look more closely at the Activision decision, though. The court first noted that in an attempt to lower your burden, you essentially made up case law. You couldn't find anything, actually, that the courts have provided in terms of precedent. So you cited to your own FTC decision as precedent. But irrespective of the legal standard, the court, you probably wouldn't have won under any standard because the court said this, that the FTC has not raised serious questions regarding whether the proposed merger is likely to substantially lessen competition. Not raised serious questions. The court also rejected not only rejected your assertion of a likely anti-competitive effect, but found just the opposite, that the record evidence points to more consumer access. So why should Americans have faith in your judgment when this Biden-appointed judge says you are so far off the mark? Congressman, this matter is still pending before the FTC in administrative adjudication, so I'm just going to be limited in what I can say about the merits. Our complaint lays out the staff's view of what this merger would result in and why that would be a law violation. But the judge roundly rejected it and said there weren't even serious questions, and now having lost, you're spending even more taxpayer money on an appeal that you're even less likely to win because the appeals court is going to defer to the trial court's findings of fact in this very fact-intensive matter. So why are you spending even more taxpayer resources pursuing this appeal? So I can say again, this was a staff recommendation. I can say it a general matter. Staff always looks closely at an opinion and looks at whether there are certain errors in law that they believe are worth appealing on. Those are in general determinations. Ja, ik stop haar hier verder ook. Ja. Maar inderdaad, ten eerste is dit heel zwak om dan... Jij bent verantwoordelijk, zij is de baas, dus het is haar verantwoordelijkheid. Ziet gewoon aan alles, dit is politiek. Ja, nee, dit is hartstikke politiek. Niet voor niets dat hij eventjes Biden, een Biden-rechter erbij zet. Omdat het nu in de Senaat is, dus dat is logisch. En dan zij is blijkbaar ook een democraat, dus dan een Biden-appointed judge is natuurlijk ook een democraat. Ja. Dus goed, krijg je dat soort shit. Maar het is interessant. Kijk, Microsoft is zo'n gigantisch groot bedrijf. Microsoft betaalt ook heel veel aan verschillende senatoren. Niet alleen democratische of alleen republikeinse senatoren. Nee, ze betalen iedereen. En dat is helaas hoe dat Amerikaanse politieke systeem werkt. Heel erg gedreven door die grote Amerikaanse bedrijven. En in toenemende mate is die tech-industrie.
Dus nu ga je dus ook een politieke backlash krijgen, ja, tegen dit soort organisaties. Ja. Omdat Microsoft zoiets heeft van, wat de fuck gebeurt hier? We willen graag iets terugzien van ons geld. Precies. Ik pak hier nu even een tweet bij van Elizabeth Warren. Dat is een van de bekendere democraten bijvoorbeeld. Is een senator en die zegt, I plot the FTC en Lina Khan, FTC for defending consumers and staying in this fight. En vervolgens, ik hoef het niet te laten zien hieronder. Heel veel democraten die ook zeggen, sorry Elizabeth Warren, ik ben het vaak met je eens, maar hier moet je toch echt even je mond houden, want je snapt niet waar dit over gaat. Warren snapt nooit waar het over gaat. Nee, oké, goed. Dat is natuurlijk ook een ding met die politiek. Alles wat, en zeker zij, is beroemd geworden met dat ze is gaan op de beurs is gaan handelen met de voorkennis die ze had als senator. Ja. Dus ze wist dat een oorlog ging uitbreken, hop, en toen was ze, had ze bepaalde posities in de olieindustrie ingenomen om daar vervolgens flink op te verdienen. Ja. Dat is waar zij heel goed in is. Waarschijnlijk heeft ze ook hieraan verdiend. Nee, goed. Het gaat nog zeker een staartje hebben voor mevrouw Khan. Die ligt niet heel erg lekker. En het is natuurlijk wel uiteindelijk taxpayers money. Ik bedoel, in principe... als we dat nog wat uitmaakt. Nou ja, goed. Er komt onderzoek naar. Of dit nou, of het nou echt een zaak was. Of dat dit dus inderdaad ideologisch ingestoken is. Dat soort dingen. Kijk, in Amerika zijn dat soort... Ik smul er altijd van. Want ik vind het altijd heel leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk... waarheidsvinding is het nooit. Het is gewoon van de ene partij die is voor en de andere partij is tegen. En die proberen elkaar te laten vallen. Ja. Het boek is gewoon wat dat betreft dicht. Dus we kunnen nu weer naar de toekomst gaan kijken. En ja, dan is de toekomst natuurlijk voor PlayStation. Wat nu? Wat moeten we nu gaan doen? Duidelijk is, Call of Duty staat binnenkort op de Game Pass, de nieuwe Call of Duty. Of misschien de volgende. Ik weet niet of dat nu al meteen ingaat. Maar goed, Diablo gaat er ook op komen, et cetera, et cetera. Dat betekent dat Game Pass 100% gaat aantrekken in aantrekkingskracht. Er komen straks ook nog de Xbox games bij. We weten niet wat Microsoft nog meer wil gaan doen. Wat gaat PlayStation doen met, laten we eerlijk zijn, een minder grote oorlogskast. Die moeten een keuze maken. Mogelijk dat ze al een deel van die keuze hebben gemaakt, want ze hebben 2 miljard vrijgemaakt vanuit hun tegoeden als het ware. En dat steken ze helemaal in hun research and development team. Dus die hebben gewoon een afdeling en die zijn er gewoon aan het onderzoeken. Wat kun je allemaal doen? Dat kan hardware zijn, dat kan software. En een groot deel van dat geld gaat in het maken en perfectioneren van live service games. En dat laatste, toen dacht ik bij mezelf, oké, van ja, dat vind ik dan wel een beetje griezelig, omdat het niet Sony's bread and butter is. Het is een beetje een modeschil. De 2 miljard te steken, omdat ze willen dat het hun bread and butter wordt. En het is nooit gelukt. Nee. Sony is gewoon niet goed in die grote online game werelden. Hoe komt dat? Nou, ook misschien omdat de kennis niet in huis is. Dat ze dat op deze manier proberen aan te trekken. Kijk, ze kunnen natuurlijk ook zeggen tegen Rockstar, hier, je hebt 2 miljard, ik wil timed exclusivity van GTA 6. Of weet ik veel wat. Nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Kijk, zij willen gewoon zelf die... je verdient er pas geld aan als je die IP zelf hebt. Zeker. Want dan kun je al die microtransactions en al die shit doen. Ja. En dat, dat is waar dit over gaat. Hoe ga je de community die je al hebt, hoe ga je die monetizen? Nou, daar gaan ze nu 2 miljard in investeren om dat uit te zoeken. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet genoeg is, omdat het zit gewoon niet in het DNA van PlayStation. Mm-hmm. En ik ben bang dat omdat ze er zoveel geld in steken, dat het zo belangrijk wordt dat het vervolgens allemaal energie trekt uit hun wel levensvatbare projecten. En die markt zit ook zo fucking overvol straks met service. Maar dat bedoel ik, het is een enorme gok. Het geeft ook een beetje aan, en er zijn toch heel veel mensen die er niet aan willen, met name de PlayStation fans, dat PlayStation ook inziet dat doorgaan zoals ze nu doorgaan, console en dan die singleplay adventures die ze hebben, die fantastische games verder, maar die 2 per jaar, 3 per jaar, dat gaat dus niet genoeg zijn. Omdat ze nu een deel van de revenue van third party, onder andere Call of Duty, wat een groot stuk is, dat zijn ze nu kwijt. Dus ze moeten andere manieren vinden om dat geld binnen gaan halen. Nou, live service games moet daarbij gaan helpen. Ja. Deze vond ik heel interessant. Dit is een studio. Jij kent hem. Tiny Build. Het is een Russische man. Hoe heet hij? Godsam ook alweer. Alex Potsikovski. Ja, Nichi Porchik. Dit verhaal. Een beetje Kotaku vind ik. Wat dat betreft, is altijd, die duikt altijd een beetje op dit soort verhalen. Het is wat minder erg dan je denkt. Maar het draait erom. We weten allemaal in de industrie en überhaupt in de maatschappij op dit moment de werkdruk en met name een toxic work environment. Er gebeurt veel op dat vlak. Hij zei, AI
kan gebruikt worden. Hè, bijvoorbeeld als ik een AI ontwikkel, een script schrijf, dan kan ik bijvoorbeeld alle interne memo's en communicatie van mijn medewerkers kan ik feitelijk, daar kan ik een programma op loslaten met die AI, die dan kan voelen van oké, maar wacht even, hier gaan worden toxic dingen geuit. Of ja, deze man. Burn-outs, toch? Ja, en ja, maar ook het gaat over toxic en over dat leidt dan tot burn-outs. En mensen die een burn-out hebben hier. Try and monitor employees who are toxic at risk of burning out or simply talking about themselves too much. Weet je, dus allerlei negatieve dingen zou je daar kunnen monitoren. Dit werd op Kotaku een beetje als soort van: oh, hij gaat dit doen. En hij zegt: nee, dit is een hypothetische discussie. En ik vind op zich het eigenlijk hartstikke interessant om die discussie te voeren. Want het kan namelijk straks wel. En sterker nog, ik geloof ook best als ik soms zie wat er allemaal gebeurt, dat er grote bedrijven zijn die dit gewoon gaan toepassen. Als dit ervoor zorgt dat ze... Dat gebeurt al, dat weet ik 100% zeker. Ja, dat ze bij wijze van spreken werknemers er sneller uit kunnen trekken van wie ze weten van oh, maar over 3 maanden zit hij in een burn-out. Dus ik heb nu te grazen. Maar luister, als jij een telefoongesprek hebt met mij over, weet ik veel, over een of ander product. En je ziet vervolgens op Facebook, zie je een reclame voorbij komen. Dat is exact hetzelfde. Mm-hmm. En dat, dat gebeurt gewoon. Daar twijfel ik niet aan. Wat hij uitlegt, het is heel interessant. Want stel je voor, hè, je werkt voor een groot bedrijf. En jij staat bij de, het koffiezetapparaat, sta je te praten met je collega en je zegt van, ik zit er zo doorheen, ik kan niet meer, ik krijg een burn-out, bla bla bla. Ik zeg maar wat, weet je. Mm-hmm. Het is overduidelijk dat het niet goed met je gaat. En op een gegeven moment komt de HR-manager langslopen en die hoort dat gesprek. Ja. Die zegt toch ook van, hey, kom even langs bij mij, gaan even. Als hij goed is wel, ja. Oké, maar dat is toch wat dit ook is. Hoe is dat anders? Nou ja, behalve dus, ja, nou ja, goed, jij bent iemand die heel erg op privacy is. Als jouw werknemer eventjes overal doorheen gaat, elke mailtjes checkt, je appjes checkt, om te kijken of je niks slechts niet boos bent op medewerkers onterecht of dat je zelf tegen een burn-out aanloopt. Maar het is nogal wat. Maar ik helemaal eens. Maar ja, het is natuurlijk ook de. Het is maar hoe je het gebruikt. Nou, maar kijk, wat ik wil naartoe van waar zit het probleem? Want als een collega van jou zegt van die praat nogal onvriendelijk over vrouwen. Je weet hoe die is. Die gaat er nogal met de botte bijl in. Misschien ik voel me daar niet veilig bij. Weet ik veel hoe dat er wordt. En dan, nou, dan krijg je ook die HR-manager die zegt van, kun je even komen praten? Weet je? Dus ja. Alleen het enige verschil is van, oké, dit gaat over digitale communicatie. Waarschijnlijk alleen maar via over e-mail. Of misschien heb je nog een soort intern projectmanagement messaging systeem. Dat kan ook, dat je dat soort dingen hebt. Dus dan heb je een soort plugin. En die kijkt al die communicatie door. En heeft zoiets van, nou, ik zie hier nu een patroon ontstaan. Ik weet niet of dat gezond is. Ja. Wat je krijgt, is dat je medewerkers, die gaan vervolgens weten dat dat gebeurt. En die gaan het platform gewoon niet meer gebruiken. Dus het enige wat je uiteindelijk doet, is dat je de functionaliteit van je platform wegneemt. Want het is een communicatietool. En als je volgens de communicatie gaat lopen frustreren, doordat je eigenlijk mensen belast met, als je iets zegt, als je niet vrijuit praat, maar als je niet politiek correct praat, dan heb je een probleem. Ja, dan gaan mensen niet meer praten. Dus dan op een gegeven moment is het gewoon als communicatieplatform waardeloos geworden. Nee, absoluut. Hij heeft het hier nog over iets anders. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Dus hij zegt van, we doen heel vaak meetings. Heel veel mensen die zijn nogal geneigd om de hele tijd over me of I te praten, over zichzelf. En als dat eens een keer ophoudt, dan kunnen we sneller tot goede conclusies komen. En je hebt ook de meeting takes 20 minutes and we get 5 times more done. Het is ook helemaal hoe je het gebruikt. Hè? Ik bedoel, dit kan gebruikt worden om inderdaad te kijken of, maar Pim in de hoek daar, ik voel aan mijn water dat hij richting de burn-out gaat. Ik kan hem nu nog proberen te helpen. Of wordt het gebruikt door bedrijven die zeggen van, oké, fuck, er moeten gewoon 20 mensen uit. Eens even graaien of er ergens nog iets te vinden is die we kunnen gebruiken om hem eruit te kunnen flikken. Dat is helemaal. En nogmaals, het is een hypothetische discussie. Ik moet je zeggen, ik sta daar een beetje ambivalent in. Kijk, natuurlijk is het kut als je afgeluisterd wordt. Weet je, dat is natuurlijk kut. Maar je maakt hier gebruik van company communicatietools. Dus dat geïnterpreteerd wordt. Dat is niet anders dan dat je in een vergadering zit en een tijdvampier bent, zoals die Alex zegt. Dat is ook kut als mensen zo zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat, ik weet bijvoorbeeld, als je voor Microsoft wil gaan werken, dan krijg je een uitgebreide persoonlijkheidstest met psychologen en weet ik veel wat.
Als je een klein bedrijf bent, dan kan dat allemaal niet. Nee. En als je een heel klein bedrijf hebt, heb je zoiets van... luister, ik weet niet wat jij doet, maar jij bent de tijdvampier, wegwezen tijdvampier. Ja. Dan is het klaar. Maar als je zo'n medium bedrijf bent, zo 100, 200, 300 mensen... Ja. Ja, dan ga je ook geen psychologische test afnemen. Maar de tijdvampieren sluipen er toch in. Dus ja, die wil je te lijf kunnen gaan. Met, ja, de AI zou kunnen werken. Inderdaad. Interessant om in de gaten te houden waar het naartoe gaat. Dan... Rockstar is natuurlijk gewoon een tijd geleden, jaartje ongeveer, gehackt inderdaad. GTA 6 beelden, ongepolijste beelden online gegooid. Dat proces gaat nu binnenkort beginnen. Tenminste, als de advocaat van de 18-jarige verdachte, en de man heet, even kijken, Arion Kurtay, 18 jaar... als de advocaat niet gelijk krijgt. Want wat hij zegt is van deze man, deze jongen is mentaal niet in staat om een proces aan te gaan. En daarmee wil hij het, ja, eigenlijk het proces stopzetten. Ik weet niet wat dat in Engeland betekent. Of je dan meteen de TBS ingaat. Ja, goed, jezus. Wat moet ik hiervan vinden, feitelijk? Hier, het is opvallend dat ze zo jong zijn. Ja, 17, 18 jaar. Kurtay has been assessed by psychiatrists as not to... is not fit to stand trial, so the jury will determine whether he committed acts alleged rather than deliver a guilty or not guilty verdict. Ja, zijn hulpje was 17 jaar en ja, het leest ook heel erg. Hij is ooit begonnen omdat hij toen opgepakt was door de politie in Engeland en toen heeft hij meteen, toen hij net vrij was, heeft hij meteen hun database gehackt. Weet je, het is een beetje onprofessioneel. Denk ik, jongen met wat issues die gewoon helemaal in die tunnel zit. En zelfs een onvrede. Ja. Misschien toch nog een soort van roem heeft binnen zo'n groepje. Dat hij toch nog ergens gewaardeerd wordt. Tuurlijk is dat zo. En, ja. Maar het is ook... Kijk, ik vind het opvallend dat het hem lukt om al die organisaties binnen te komen. Dat is eigenlijk het grootste nieuws, ja. Ja, maar hij heeft waarschijnlijk... hij heeft gewoon een manier van werken die heel goed... aanslaat. En wat het vaak is, dat het is gewoon een Trojan horse op een computer. Dus je op een of andere manier kom je ergens op een netwerk, installeer je dus virus software die jou een soort achterdeur geeft. Het was Slack volgens mij, zo is die binnengekomen. Oh, oké, okay. Goed, dan heeft hij gewoon een goede manier gevonden die werkt. Ja. En ja, knap van hem. En hij heeft dat meerdere keren toegepast. Het vervelende is wel dat hij tegen de lamp is gelopen. En dat betekent dat de consequenties tegenwoordig gewoon heel groot zijn. En heel veel geld en dat soort dingen. Dus ja, die advocaat, ik denk dat die jongen, ja, wie weet, is die mentaal niet sterk genoeg om dit aan te gaan. Goed, ja, ook dit wordt, ik houd in de gaten of hier nog wat uitkomt. Hij heeft iets van 4-5 charges tegen zich lopen in Engeland in ieder geval. Dus volgens mij niet in Amerika, in Engeland. Dat maakt het voor hem nog misschien iets makkelijker, want in Amerika word je echt helemaal leeggetrokken, ben ik bang. Ja. Dan sluiten we af met, ja, toch een beetje droevig bericht. Major Nelson. Major Nelson is na 20 jaar gestopt met werken bij Microsoft. Hij zegt van, het is tijd voor mezelf. Ik ga een tijdje op vakantie wat leuke dingen doen met mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb non-stop gewerkt. Ja, dit is... Hij heeft een bepaalde functie. Zou ik even moeten kijken hoor, wat dat ook weer was. Maar hij is, denk ik, samen... Community manager, social media. Hij is director of Xbox programming. Dus hij bepaalt een beetje welke games er uitgekomen. Maar hij was ook een beetje het gezicht en de spokesperson van Xbox. Sterker nog, jij hebt hem toch... Ja, ik heb hem ontmoet, op de E3. Ja, een super aardige, bevlogen, realistische gast die niet per se pro-Xbox... Natuurlijk was die wel pro-Xbox, maar ook realistisch was. Ja, want hij heeft in de tijd dat het heel slecht ging met Xbox. Dat was, weet je, de Red Ring of Death en later ook met de Xbox One. Ja, toen was hij ook heel realistisch erover. Dat is ook de tijd dat we hem ontmoet hadden. Ja, en, de E3. Ja, toen was hij ook... Hij was bij zo'n talkshow 's ochtends. Is die even, En dat was hij niet. Dat was zijn Europese tegenhanger. Hoe heet hij ook alweer? Ja, best het naam. Wat dat heeft ja, dit is wel een gemis. Want dit soort gasten hebben zoveel ervaring, weten zoveel. En het is ook gegroeid. Hè? Weet je, hij was... kijk, Phil Spencer heb je altijd nog het idee van... Ja, oké, goed, die zit er misschien net iets te dik in om hem te geloven. Maar hij kwam altijd wel realistisch over. Hij was veel in contact met gamers. Hij heeft ook gezegd, alle DM'tjes die ik nu heb gekregen... naar aanleiding van mijn mail ga ik beantwoorden. Ja, wat hij gaat doen...
Weten we niet. Hij zegt dat hij wel wat projecten heeft. Maar ik snap ook wel, het is een zware baan. Ik weet ook niet, hij zal ook al de 50 gepasseerd zijn. Laat hem ook inderdaad. Zeker, lekker, ruim denk ik. Ja, lekker genieten van de gezelligheid die hij straks met zijn vrouw en zijn kinderen gaat beleven. Goed, ja, top. Precies een half uur. Dat was hem. De piepshow met het einde na een jaar lang geëmmer en gedoe van Activision Blizzard.